Sí, no, no. Uy, de Dios. Oh, ja, wat ga je doen? Ik ga een broodje zouden, Jerk. Nu is het lekker. Ja, ik ben echt heerlijk. Hoezo? Nou, ik ben benijd, nee. Ja, nou ja, dat is mijn groen begin of... Ja, om hier wel. Zo, het is mijn simpeltje. Dus dat woest de zouden Jerk even. Ja, ik zou het niet heel goed. Nee. Jij bent ervan? Ik ben van wat net. Oké. Maar wat zou je doen met de peerske daar? Met de peerske? De zore wieken. Dan ging we een weekend naar Londen toe. Voetballing. Ik ging altijd de voetballing. Twee keer per jaar. Dus zat de waarde. West Ham United, hè? Je doet net iets christelijk gerelateerd met peerske? Want nee, het is natuurlijk een christelijk feest natuurlijk, hè? Ja, dan ben ik nog christelijk gereformeerd opvoed. Dus eigenlijk zou ik dan iets kerken zetten, maar... Daar ga ik net zo roepen vol met mij. Dus zeg maar, ik ga naar de kathedraal van het voetbal in. Dat is bij West Ham United. Ja, dat is dan vol een mooi stukje beter dan dat je dan in het circus zit. Maar ga je dan alleen? De vriendin met mij. Ja, dat wordt wel heel spannend. De eerste keer dat ze naar mij gaat. En naar het voetbal in, mijn vriendin? Ja, maar ze is gek met voetbal in. Dus eigenlijk is het voor de harken maar zo'n boy, maar ik zei dan nog. En Cambuur. Maar zijn we nog klaar. Dan nog naar West Ham United. Dus, daar hier zijn we nog dan. Ja. Zo doen we dat. Dat wordt nieuwsgierig. Ja, hè? Dat moest van mij denken, of nee? Nou, zullen we net mij denken? Nou, ja, wist wel. Ik bedoel, ik ben heel keppelvriend, ja, die kant op beginnen. Dus wat dat ook dan is het heel net vervelend om een keer naar West Ham United te gaan. Waarom naar West Ham United dan? Waarom naar West Ham United? Ik ga daar wennen in Londen. Dus, en nou denk ik... Dat is reden, toch? Ja, wist. Er ging een seizoenkaart voor West Ham. Dus waarom West Ham dan? Omdat het vind ik, het krijgt zo'n club als Cambuur, echt een volksclub. Ja, uit in Londen weet ik, goed naar Arsenal of naar Chelsea of wat zijn er meer, Fulham, Tottenham. Ja, maar dan mag je even opletten, ik zei het is een volksclub. Ja. En Arsenal, he, dat krijgt zo'n soort Jarreveen, dat is zo'n glamourclub, dat is vier keer niks. En als je echt een club, als je echt van voetbal in houdt, dan ga je gewoon naar West Ham United, qua sfeer, qua alles. Dus, en als je van Arsenal bent of van Chelsea, ja, dat is een beetje Ajax, Jarreveen. Van die clubs werd net zoveel inzet. Maar in Engeland hadden ze geen soorten jaren. Hoe zie je dat oplossen? Nee, maar daar hadden ze wel sweet en sour. En daar hadden ze wel vinegar chips. Dus wat dat dan gaat, dan is dat het eten niet even goed. En vis en chips. Hè. Ik bedoel, lekkere patat. Maar een huwkeppel als syndroom hinnen. Een huwkeppel zout. Dan haal je echt de dag van je leven. Hè. Dus, in dit gezoen? Hé, hoe zoek eruit? Ik bedoel, ik steen je nog. Dus wat dat dan gaat, dan is het... Ja, is het wel goede omega vet niet. Hè. Dus... En als we in alle Engelsen lang daar werden, die sifretten dat eigenlijk 3 dagen in de week, dus dat kan best. Dus ja. Ja, hier is lekker. Ik ben, zo, en dat voor €12,25, wat wil je nou nog meer? Dus, en zie jij goede soorten jaren, ja? Dat is echt zo. Dus, ja. Nou, prettige peerske dan. Ja, we passeren bij West Ham United. Ja, West Ham United. Mooi. Oké, proost.